De deltawerken en de afsluitdijk verdedigen ons land tegen de zee. Maar ze maken vissentrek onmogelijk. Dat heeft ook gevolgen voor de visstand in andere landen. Zoals Duitsland, België en Frankrijk. Want de grote rivieren die door ons land stromen, stromen ook daar. En dus zwemt er bij onze buren ook geen zalm, steur en paling meer. Dat gaan we samen veranderen. Eerst is er een test gedaan. De sluizen in de afsluitdijk gingen even open. Die test was een groot succes. Er zwom onmiddellijk een enorm aantal vissen naar binnen. Inmiddels is er een plan gemaakt om een soort namaakrivier te maken bij de afsluitdijk. Het wordt een heel bochtige rivier, maar zonder hindernissen. De trekvis kan dan vrij in en uit. Ook bij de deltawerken wordt nu gewerkt aan zo'n vrije doorgang. Over een paar jaar gaan de Haringvlietsluizen bijvoorbeeld weer een stukje open. Via het Haringvliet kan trekvis dan naar de Rijn en de Maas. Als deze sluizen opengaan, verandert er veel. Het brakwatergebied, zoals dat er vroeger was, komt weer terug. Dat geldt ook voor het getij. Voor veel planten en dieren die zijn verdwenen toen het Haringvliet dichtging, is dat goed nieuws. Misschien komt hierdoor zelfs de zeearend weer op deze plek wonen.